Dit item wordt mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief. Maarten, we gaan het in dit voedingsspreekuur hebben over... Nou ja, je ziet er heel kleurrijk uit, dus laat me raden. Het heeft te maken met kleuren. Ja, absoluut. We gaan het hebben over wat een hond aan kleuren ziet. Ik kan er wel verklappen dat een hond de kleurenpalet wat hier op tafel staat niet kan zien. Maar daar gaat onze dierenarts Tom wat meer over vertellen. Eigenlijk is er niet zo heel veel verschil tussen mensen en een onderhoog. Dus één verschil dat er wel uitspringt, is dat de kegeltjes waarmee mensen en dieren kleuren zien, daarvan heeft de hond er maar 2 en de mens heeft er 3. Dus een hond ziet een heel ander kleurenspectrum dan de mens. Ik heb een app gevonden, daarmee kun je redelijk goed een indruk krijgen van wat een hond aan kleuren wel of niet ziet. Een hond ziet van het kleurenspectrum blauw goed, geel goed, maar rood en groen ziet hij beduidend minder. Links zie je het normale beeld en rechts een beetje wat de hond bij benadering ziet. Kijk, dan zie je dat blauw kan hij heel goed zien. Dan ga ik naar de volgende knuffel. Geel kan hij ook heel goed zien. Dan zie je wel dat die snavel is oranje. Daar heeft hij wel meer moeite mee. En dan gaan we vervolgens naar het rode varkentje. Dan zie je die kleur die valt vrijwel helemaal weg. En dan gaan we naar het groene beestje. Dan zie je dat die kleur vrijwel helemaal wegvalt. Dat is wat de hond ziet. Ja, Maarten, maar hoe zit dat dan met voeding? Want ik zie hier een groen appeltje, leuke rode stickies, lekker rood vlees. Ja. Nou, dat is inderdaad zo van een hond, hebben we net gezien in het filmpje met Tom, ziet bepaalde kleuren wel, bepaalde kleuren niet. Met name inderdaad rood, zie je inderdaad een hele andere kleur. We hebben inderdaad het rode vlees, dus zonder kleurstoffen. Ja, hoe ziet dat eruit? Want je hebt hem natuurlijk gedownload, Ton had hem. Dus je had inderdaad een app om het te bekijken. Dus dan kun je inderdaad zien van, hier... Verrassend is wel dat de brokken, die verkleuren natuurlijk niet, want die zijn al... Die zijn gewoon volkomen natuurlijk, zonder kleurstoffen. Het vlees is ook zonder kleurstoffen. Snacks zijn vaak met kleurstoffen. Ja. En om het wat rood te kleuren, om het de vleeskleur te geven. Ik vind het wel lekker uitzien, maar eigenlijk, conclusie? Een hond heeft niets aan kleuren in hondenvoeding. Ja, kortom, het maakt eigenlijk niet uit of je een lekker rood snackje hebt, een gele of een groene. De hond ziet het toch niet en die vindt het hoe dan ook wel eigenlijk wel lekker, denk ik. Ja. Heb je nou vragen over dit onderwerp of over andere onderwerpen rondom voeding? Dan kun je ze stellen aan een van onze voedingsexperts via de website rtl.nl/hondentv. Dit item werd mogelijk gemaakt door Farmfood Hondenvoeding, het natuurlijke alternatief.